Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear. We bespreken elke week de laatste techgadgets in gear. En daar bedoelen wij mee hardware die te maken heeft met games. En in dit geval een harde schijf. Denk je, harde schijf. Maar waarom? Vertel het ons. Nou, Seagate is zo slim geweest om een harde schijf extern voor de Xbox One te maken. Want elke game is tegenwoordig te groot voor elk spel. Een beetje wel, hè. Dan komen ze met van die harde schijven aan, ingebouwd. 500 gig. Dan kun je net een aantal grotere spellen op hebben en nu ook al die 4K texture packs en zo uitgerold worden voor bijvoorbeeld de Xbox One X, dan heb je al heel snel zo van, oh, leuke game, maar is wel, weet je, 120 gig. Nou ja, dan is je 500 gig harde schijf natuurlijk heel snel vol. Seagate, die maakt al langer van dat soort game drives, gewoon letterlijk externe harde schijven die schijnbaar geoptimaliseerd zijn voor consoles. Nou ja, het is wel lekker plug and play. Maar ze hebben er nu eentje, dat is de Hub, Game Drive Hub voor Xbox One, en dat is gewoon echt eentje die letterlijk 8 terabyte bedraagt. Bam! Dus dat is gewoon echt letterlijk 16 keer zoveel als je gemiddelde Xbox One. Dat slaat helemaal nergens meer op. Ze beweren zelf dat er ongeveer 200 games op moeten kunnen. Of zoals ik van de achterkant van de doos kan lezen, spelletjes. Xbox One spelletjes. Leuk. Leuk hoe ze dat ook op die manier vertalen. Dat speelt met Kim.nl. Ja, een beetje wel. Hè? Zo, oeh, er zijn spelletjes op je Xbox One. Oeh. Nou ja, nee, maar het is 8 terabyte en dan betaal je dan een euro of 210 voor. Dat is de adviesprijs. Maar goed, dan heb je dus wel 8 terabyte en hoef je de komende paar jaren niet moeilijk te doen met allerlei verschillende andere kleine harde schijfjes inpluggen. Nee, het is gewoon dit blok hier. Het ziet er ook nog eens lekker Xbox One S gerelateerd uit. Ik vind het ook helemaal niet zo heel duur voor wat je ervoor krijgt. Want het is niet alleen 8 terabyte. Een 8 terabyte harde schijf is sowieso al heel duur. Ja, nee, sowieso. Maar het is ook nog eens een heel erg slick design. Ja, oprecht. Ze hebben nu ook al een editie gemaakt die wat meer op de Xbox One X slaat. Dus die wat donkerder is en een soort van mooi patroontje eroverheen. Dit is gekomen ten tijde van de Xbox One S. En dat zie je dus ook al aan, weet je wel, een beetje zwart accent, maar voornamelijk veel wit. Dus het, als het goed is, past het lekker bij je Xbox One S als je die ernaast zet. Ja, en hij is officially Xbox licensed. Dus het Xbox logootje staat ook op je harde schijf. Dat maakt het ook weer net even wat echter. Ja, dat is inderdaad wel dat je net iets meer het idee hebt van, oh, dit is bedoeld voor de Xbox One. Terwijl, ja, als je gewoon, weet ik veel, bij de MediaMarkt die eerste beste 60 euro harde schijfje erin prikt, dat voelt misschien iets minder aan van, oeh, dit is er echt voor bedoeld. Hoe verre dat waar is van of het geoptimaliseerd is voor games, ja, ik denk dat dat niet zo heel ver gaat, want het is en blijft gewoon een externe harde schijf. Je kunt hem ook net zo goed gewoon in je PlayStation 4 proppen. Je kunt hem net zo goed in je PC proppen. Het is niet alsof het, weet je al, beter werkt op Xbox One dan het zou doen op een PC. Het werkt gewoon letterlijk met een USB 3.0 stick, dus het kan overal in, basically. En Tom, neem even mee in het reviewproces van zo'n ding, want je plugt hem in en dan zet je er een game op. Ja, dat is letterlijk. Voor Gamers and Gear is dat denk ik het minst hands-on wat we kunnen gaan. Weet je wel, met controllers, je houdt hem vast, je gaat hem veel games mee proberen. Met laptops geldt hetzelfde, met schermen ga je er veel naar kijken. Hier is het echt letterlijk van, nou, ik ga gewoon mijn dagelijkse dingen doen, maar ik zet hier dan gewoon mijn spellen op. Maar dat brengt je wel wat meer in het reviewproces, want er zijn wel een aantal dingen, een beetje pluspuntjes en een beetje minpuntjes. Wat ik persoonlijk heel vet vind aan de Drive Hub, de Game Drive Hub, is dat er twee USB-poorten op de voorkant zitten en je die dus ook gewoon door kan snoeren. En dat zijn ook weer dan 3.0 poorten, dus daarin kun je, nou ja, nog meer externe harde schijfruimte pluggen, maar bijvoorbeeld ook van, oh, ik laad hier mijn mobiel op, of, oh, mijn controller is bijna leeg en ik heb zo'n pack, weet je wel, dan kun je ook gewoon je controller nog erin steken. Ja. Dat is allemaal super gaaf. Wat dan wel weer minder is, is dat die niet zo heel snel is. De harde schijf is natuurlijk niet een SSD, het is gewoon een oude HDD. En dat merk je in de 160 MB per seconde schrijfsnelheid. Dat is weliswaar meer dan die oude Game Drive, die 140 had. Dus je krijgt daar een beetje winst op. Maar tegelijkertijd heeft Seagate ook een externe SSD en die doet 440 MB per seconde. Dus dat is gewoon bijna 2,5 keer zoveel. En dat merk je gewoon in je laadtijden? Nou ja, weet je, je merkt het in het downloaden, in het eraf halen, dingen erop zetten. En inderdaad, laadtijden zijn op zo'n SSD natuurlijk wel iets makkelijker dan op een externe harde schijf die net iets sneller is dan andere harde schijven. Maar ja, weet je, dat is ook echt iets waar je even voor jezelf na moet gaan. Wil ik gewoon heel veel games kwijt en gewoon nooit ernaar om hoeven kijken? Of wil ik iets waar ik daadwerkelijk heel snel games op in en uit kan laden? Ja, maar je moet gewoon gaan kiezen van mijn pareltjes games doe ik gewoon op de Xbox zelf. Ja. Dat is waarschijnlijk in veel gevallen nog altijd het snelst. Ja. Het ligt er ook weer een beetje aan welke Xbox je natuurlijk hebt. Want je hebt natuurlijk die Xbox One versies met een SS HDD erin. En eentje met een normale HDD erin. Ja. Ligt er een beetje aan. Ik werk zelf op een hele oude Xbox One. Dus ik denk daadwerkelijk dat dit misschien nog wel sneller is dan wat daarin zit. Het ligt er een beetje aan welke Xbox One je hebt. Het is in ieder geval wel ontzettend veel ruimte. Dus je kunt er makkelijk 200 spellen op kwijt. En als je dan nog eens hebt over een paar indies, ja, dan kun je praktisch de hele Xbox One catalogus hier gewoon op kwijt. En je hoeft er niet meer naar om te kijken. Nou, leuk. Ik vind het een mooi apparaat. Slim bedacht, want het is ook echt nodig. Want de spelcomputers, Xbox en PlayStation,
zijn allemaal te klein qua games die er nu uitkomen. Ja, gek van de Xbox One X, dat ze daar niet wat meer... Ja. Dat is juist met die 4K texture packs en zo. Ja, oké, okay, ja. Ga die review kijken. Dan moet je deze maar gewoon kopen. Ja, nou, dan zou ik wel voor die Xbox One X-editie gaan die ze nou uitrollen. Ja, maar zwart-wit is ook leuk. Het is leuk als je een Xbox One S hebt. Als je een Xbox One X hebt, wil je toch wat meer dat donkere, stoere, zwarte design. Ja, oké, het is een smaakkwestie. Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Ja, laat het ons weten in de reacties. En bedankt voor het kijken deze week naar Games at Gear. Volgende week hebben we weer een nieuw stukje Tech Gadget of Gear. Of alle drie tegelijk, want soms is dat zo. En Tom, bedankt voor deze week. Bedankt, Peter. Tot volgende week. Echt zwaaien? Ja. Doei. Dag, lieve mensen. Je mag nooit zwaaien op elkaar, behalve als het echt zeg maar gemeend is. Ik vind het leuk dat jullie weer te zien volgende week. Oké. Wat zin in? Nee, dan doe ik dat niet.